Welkom bij ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over COVID-19 pandemie die Suriname ook in zijn greep houdt. Het belangrijkste deze dagen is blijf kalm en vooral blijf thuis. Bescherm jezelf. Zolang jij jezelf als eerst beschermt, wil dat zeggen dat je anderen ook in veiligheid gaat brengen, want zo doen we dat natuurlijk. Hygiëne begint bij jou als persoon. Nou, als je ziek bent, blijf thuis. Dat is zeer belangrijk. Als jij dat doet, kunnen wij Suriname weer COVID-19 vrijmaken. En laten we dit met z'n allen doen. Vandaag heb ik hier als gast John Kondriton. Meneer John is hoofd van het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En ik mag zeggen, hij let erg goed op zijn omgeving. Ik heb gelijk een tip gehad, een persoonlijke tip, en dat zijn mijn lange nagels. Meneer Kondriton, hoe gaat het met u? Prima. Welkom erbij. Dank u. Ja? Meneer Kondriton, mijn tip, mijn eerste tip. Los van dat we onze handen vaker moeten reinigen met hand sanitizer, wassen met zeep en dat als eerst doen als we thuis aankomen. Als je thuis aankomt, het eerste dat je doet, was je handen met zeep. Liefst bij een buitenkraan. Zet je zeep bij een buitenkraan en dan kan je je handen gewoon daar gelijk wassen voordat je naar binnen gaat. Meneer Kondriton, we gaan het hebben over mijn long nails. Ja, dat klopt. Ik heb de berichten dus volg je. En de grote boodschap is handen wassen, handen wassen, handen wassen. Internationaal, wereldwijd handen wassen. Wij in de gezondheidszorg, verplegend personeel, artsen, laboratoriummensen, die weten eigenlijk al jaren dat handen wassen voor ons belangrijk is. En wat we dus ook weten is dat je bijvoorbeeld niet met lange nagels aan het werk kan komen. Dat je ook geen make-up moet zetten terwijl je aan het werk bent, omdat de kans op het oplopen van een bacterie of een virus of zo, dat het ook veel groter is. Wat ik dus eigenlijk heb gemist de afgelopen tijd, dat mensen worden wel gezegd handen wassen. Maar ik denk dat ook een van de belangrijkste dingen is dat mensen moeten weten dat als ze hun handen wassen en zelf hele lange nagels hebben, gelakte nagels, dat het moeilijker wordt om je handen te reinigen. Want zo'n virus, zo'n bacterie kan onder die nagels gaan zitten. En vandaar dat ik erbij zou willen doen als mijn persoonlijke tip. Zorg ervoor dat je nu in deze periode even een beetje weg doet met je lange nagels. Met je lange gelakte nagels. Ze zijn heel mooi, maar ze zijn nu niet wat je wil hebben. Dus ook sieraden. Iemand die met 10 ringen komt en je een hand sanitizer aanreikt. Of als je de persoon een hand sanitizer aanreikt. Dan kan je handen nog zo goed wassen. Die bacterie of het virus kan onder zo'n ring gaan zitten. Dus ik zou bijna willen zeggen, mensen op dit moment, zorg ervoor dat je, wanneer je persoonlijke hygiëne voor je houdt, of tenminste dat je eraan wil voldoen, zorg er ook voor dat je nu even je beauty een beetje aan de kant zet. Men zegt ook, je gezicht niet al te vaak aanraken. Nou, de mooie vrouwen die we in Suriname hebben, die constant zitten met even nog mijn lippenstift opzetten om te kijken of ik er goed uitzie. Nou, dan kom je dus, maak je een beweging richting je gezicht ook. Ik denk dat het praktisch is om de mensen te zeggen, misschien moeten we nu ook ietsje minder met make-up doen. Toch? Waardoor de kans dat je naar je gezicht komt, ietsje zet je ringen weg, stop het weg. En dat je handen wassen ook effectiever is. Meneer Kondriton, u praat, ik luister naar u. En u geeft graag praktische tips, hè? Nou, dat is het leven. Kijk, we willen het allemaal goed doen. En waar het om gaat is dat die informatie die we aan mensen geven, dat die ook duidelijk moet zijn. Ja. En dat mis ik soms in het enthousiasme wat we hebben. Bijvoorbeeld, je kunt ook mensen zeggen, je moet regelmatig je handen wassen. Ik zeg ook altijd tegen mijn personeel, ik ken dat soort termen niet. Regelmatig. Wat is regelmatig? Wanneer moet ik het doen? Na welke handeling moet ik het doen? Ja. Want anders, voor de een is regelmatig, die deed het nooit. Dus 1 keer per dag is voor haar, hem of haar al regelmatig. Dus we moeten nu, denk ik, in onze communicatie een aantal zaken evalueren. En zeggen van, hey, we moeten waarschijnlijk heel specifieker zijn wanneer we mensen willen laten doen
wat ze behoren te doen. Ja. Hoe ervaart u de situatie rond COVID-19? Nou, ik zit er middenin ook, omdat we als laboratorium van het Academisch Ziekenhuis ook betrokken zijn bij het ready maken van verschillende plekken waar patiënten mogelijkerwijs opgevangen zouden worden. Bijvoorbeeld het Wanica Ziekenhuis, daar moesten er een aantal zaken bij komen. Mocht het zijn dat een patiënt daar is die beademd moet worden. Dus we zijn bezig en ik ben er dus ook de hele dag mee bezig. Ik volg alles. En ik moet u zeggen dat ik heel trots ben op de manier waarop informatie gegeven wordt. En ik denk ook dat het belangrijk is om te zeggen dat er is nu geen tijd voor allerlei oneenigheid en kissen. Kritiek moet er zijn, we moeten naar elkaar luisteren, want geen van ons heeft de wijsheid in pacht. Dus we moeten naar elkaar toe een gevoel gaan creëren dat we er zijn voor elkaar. En ik mag zeggen, ik heb vol bewondering zit ik te kijken naar de updates die de overheid geeft, waarbij ik mensen als mevrouw Veira, mevrouw Jesrun, meneer Slijngaard, nou dat is geweldig. Ja. Maar ze hebben ook hulp nodig, want we beseffen ook dat mensen op een gegeven moment ook moe kunnen gaan worden van de informatie. En dat moeten we proberen te voorkomen. En vandaar dat het heel belangrijk is dat we met elkaar ook even kijken hoe we eenduidig met boodschappen komen en dat iedereen die boodschap verder kan uitdragen. Yes, oké. Meneer Codriton, hoe ziet het laboratoriumonderzoek eruit? Nou, het laboratoriumonderzoek, laat me dit ervan zeggen. Yeah. Ik denk dat er te weinig beseft wordt hoe belangrijk het laboratoriumonderzoek is. De hele alertheid van COVID in Suriname is ontstaan door één positieve laboratoriumtest. Dat betekent dat de mensen die de laboratoriumtesten doen, die moeten het natuurlijk heel goed doen. Want ze kunnen niet een of ander broeia ding en dat in de ether gooien en zo. En daarom ook achter de schermen kan ik u zeggen, het is denk ik ook een van de groepen die vaak over het hoofd gezien wordt. Ze werken dag en nacht. Als er een case is, dan moeten ze 's nachts ook uit hun bed komen om de testen uit te voeren. En dat zijn de mensen van het microbiologisch lab van het Academisch Ziekenhuis en het Centraal Lab van het BOG. Goed getrainde mensen. En we mogen trots zijn dat we in Suriname dit soort kader hebben die ons kan helpen om heel vroeg te identificeren dat er een probleem is. Ja. Want kijk, als je te laat bent en je test duurt 3 weken of je moet het naar het buitenland sturen, dan is die verspreiding al heel erg geweest. Dus wat we beseffen, dat het laboratorium in deze een belangrijke, een key rol heeft. Als iemand binnenkomt, de persoon kan koorts hebben, maar die persoon kan natuurlijk gewoon een normale griep hebben. Ja. En om te weten van wat moeten we doen, het heel verhaal van quarantaine en noem maar op, is een goed laboratoriumonderzoek nodig. Ik kan u zeggen, het is geen makkelijke test. Er zijn niet zoveel analisten die dit kunnen doen. We zijn in Suriname misschien hooguit een 10, 15 mensen die getraind zijn. En als ze ook nog een shift moeten werken, dan ben ik ook al een beetje bang dat naarmate dit heel lang gaat duren, ook daar mensen zullen zijn die heel moe zullen kunnen worden. Ja. Dus ik ondersteun dan ook datgene wat gesteld wordt, blijf thuis. Ja. Laten we het aantal besmettingen minimaliseren. Laten we het aantal doden die eventueel kunnen volgen minimaliseren. Yes. En dat is een zeer ernstige zaak. Meneer Codriton, waarom is er nog geen vaccin gevonden? Gewoon omdat het ontwikkelen van een vaccin heel moeilijk is. En voor een vaccin, wanneer je het eenmaal hebt ontwikkeld, moet je het ook nog op mensen gaan uittesten. Mm-hmm. Dus je hebt eerst een dier, test het uit op dieren. Mm-hmm. En als het veilig is voor dieren, dan ga je dus een mensen selecteren die je als proefkonijn neemt. Ja. Want een vaccin is ook niet een eenvoudig ding. Okay. Het kan ook fout gaan. Toch, je kan iemand vaccineren en uiteindelijk blijkt dat hij dus zelf heel erg ziek wordt van het vaccin. Okay. Dus dat gaat nog een tijdje duren, een vaccin vinden? Men is keihard bezig. Ja. Er worden miljoenen dollars, misschien zelfs biljoenen dollars erin gestopt. Omdat de wereld snacht naar een medicijn, een middel dat COVID kan tegenhouden. Mm-hmm. Maar ik verwacht niet dat dat binnen de komende 2-3 maanden... zal zijn. Misschien niet binnen het komend jaar. Oké. Wat vindt u van de informatie die tot nu toe gegeven wordt? De informatie is wat mij betreft correct. En kijk, je gaat mensen niet kunnen stoppen om fake news
naar buiten te brengen. Ja. Dat is eenmaal inherent aan social media. Maar dat zorgt voor paniek, dat de samenleving in paniek raakt. Nou, ja, het zorgt voor paniek, maar ik denk dat we ermee moeten leren dealen. Ja. Het is, ook social media is nieuw voor ons, toch? Yes, klopt. Dus je kan het voor allerlei dingen gebruiken. En ik denk dat daarom mensen er moeten zijn die je het tegendeel van iets wat in social media wordt gezegd kunnen bewijzen. Ik hoorde gisteren ook iets van dat er vier helikopters of vier vliegtuigen boven. En dat is direct ontkracht bij de update van de overheid. Van dat is allemaal nonsens. Nou, ik weet niet wie de mensen zijn die dat allemaal willen verspreiden. Maar dat zijn waarschijnlijk ook mensen die niet beseffen hoe gevaarlijk deze situatie kan zijn. Moet er niet een speciale communicatie, een team speciaal die communiceert naar de samenleving zijn? Is dat raadzaam? Ja, dus dat zou ook een van mijn tips zijn. Ja. Dat, kijk, je geeft informatie omdat je menselijk gedrag wil veranderen. En er zijn daar specialisten in. Dat zijn niet per se de artsen. Dat zijn niet per se wie dan ook, maar je hebt communicatiedeskundigen, communicatiestrategen. Mensen die weten hoe je een massa moet bewegen om iets te doen. Ja. En ik denk dat we daar een paar mensen van hebben in Suriname. Een van de mensen die ik onder andere ken, dat is mevrouw Karen Revos, bijvoorbeeld. Dus ik, aan de overheid zou ik eigenlijk een tip willen geven om ook die communicatiedeskundigen, om die in het team te hebben, omdat het daar uiteindelijk om gaat. Hoe krijg je mensen zover dat ze gaan doen wat ze moeten doen? Yes. Want anders gaan we constant klagen van, ja, mensen, oneer arki, toch? Moet er eerst iets met jullie gebeuren? En dat willen we niet, want als er iets gaat gebeuren, dan zijn we te laat. Dus we moeten proberen om via een effectieve manier van communiceren en mensen die weten hoe ze menselijk gedrag kunnen veranderen, om die ook erbij te betrekken. Oké. Wat is uw prognose met deze situatie? Heel moeilijk te zeggen. Het is, we hopen, we hope for the best. Yes. And we have to prepare for the worst. Dus dat is wat we moeten doen. Hopen dat het echt niet erg wordt. Maar ik denk dat het wijs is om ons voor te bereiden voor het ergste. Dus je kan twee scenario's hebben. Je kan een heel positief scenario hebben waarbij je zegt van, nou, het zal wel meevallen. De temperatuur, je hoort allerlei mythes. De temperatuur hier is te hoog voor het virus. Dus hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar laten we hopen dat dat werkelijk zo zal zijn, want er is geen bewijs daarvoor. Maar aan de andere kant, als we de beelden zien uit Europa van mensen die al ervaring hebben met deze pandemie, dan zeg ik, laten we ons ook voorbereiden om het ergste wat we daar zien, om het beter te doen. En laat me zeggen, God heeft het zodanig in elkaar gezet dat COVID niet als eerste in Suriname zijn intrede heeft gedaan. Dus laten we blij zijn, niet met wat er in Europa gebeurt, maar dat we lesson learns kunnen hebben van de situatie daar. En als we dat zien, dan zien we dat het toch heel ernstig kan zijn. Yes. Dus ja, je kan alle kanten op en het is eigenlijk net als de waarzegger spelen. Nou, dat ben ik niet. Dus ik denk dat niemand dat nu kan aangeven. Maar wat belangrijk is, dat we zelf samen een rol hebben om te zorgen dat deze pandemie, deze epidemie voor ons, dat we het onder controle kunnen houden. Nou, meneer Coderton, u heeft handige tips gegeven die we zeker moeten meenemen, ja, met z'n allen. Misschien nog één, hoor. Ja, oké. Nog één belangrijke tip. Nou, niet belangrijk, maar gewoon in het nadenken. Ja. We praten over social distancing. We hebben hier nu ook een afstand van bijna 3 meter gehouden. Ja. Fantastisch. Maar ik denk bijvoorbeeld, men moet ook nadenken over ga naar de kapper, naar de barber. Dus daar heb je de afstand van een paar centimeter. Misschien moet je nu beginnen om ook te zeggen, en dat heb ik vanmorgen ook geprobeerd zelf te doen. Ik weet niet of het me gelukt is om mijn baard zelf te scheren. Om mijn baard zelf te scheren. Dus dat soort zaken, daar kunnen we samen over nadenken en elkaar. Dus als we social media gebruiken, laten we dit aan elkaar doorgeven. Iemand heeft mij ook gezegd toen ik het had over die lange nagels en over make-up. Die zei, oh, dat gaat in Suriname niet werken. Hoe ga je die dames krijgen? Die moeten ze al hun nails af en noem maar op. Het is wat je wil voor jezelf. Wil je jezelf in veiligheid brengen? Wil jij voor jezelf voorzorgsmaatregelen nemen?
dan ga je ergens moeten beginnen. Dat klopt. En dan, ik ben niet degene die kan aangeven hoe je met allerlei borstels onder je naam. Maar het gaat je tegen. Inderdaad, de eerste vraag, was hoe ik mijn handen eigenlijk was. Met de ik desinfecteer mijn handen, oké, maar hoe doe ik dat onder mijn nagels? Ja. Oké, nu ga ik er wel op letten, dat zeker. Nou, bedankt voor uw aanwezigheid vandaag, dat u een kwartiertje heeft genomen om bij ons te zijn, om te praten over COVID-19. En dan gaan we afsluiten. Er zijn heel wat tips. Volg de tips. Dat is belangrijk. Volg de tips. En natuurlijk de positieve berichten. We moeten het samen doen. Alleen gaan we het niet kunnen doen. Absolutely. Het is nooit een one-man show. That's right. En misschien wordt Suriname heel snel COVID-vrij. COVID-19-vrij. Ja? Dat hopen we. Bedankt, kijkers. En tot de volgende aflevering van ATV COVID-19 Updates.